Hey, dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video. Het is niet zo'n, we zeggen het, leuke video als ik eerlijk ben. Maar ik ga deze video toch maken, aangezien ik met YouTube steeds, jullie zagen het al, je ziet het aan de titel. Jullie zien, jullie zagen het van mijn uploads, ik deed elke keer het vaag uploaden en zo. En ja man, it's the end, bro. Ja. Yeah. Het is het einde van mijn YouTube carrière. Tot nu toe. Ik kan dat zeggen tot nu toe. Ik ga nog even lullen. Ik ga nog even wat lullen. Maar ja, ik wil hier. Ik ga even korte kracht zijn. Voor de mensen die het hele story niet willen horen. Ik ga gewoon stoppen met YouTube. I'm quitting it. De reden is gewoon. Ik voel hem niet meer. De laatste paar uploads. Voelde ik echt gewoon dat ik. Het gewoon echt voor jullie idee niet is voor mezelf. Als ik eerlijk ben. Kijk, er was een periode. Dat ik echt gewoon op de grind was. En weet ik iedereen al. Dat ik elke dag een upload en zo was ik gemotiveerd. Maar daar begon steeds minder te worden. En ik merk nu ook gewoon. Ja, dat ik zit ergens in mijn hoofd van. Ik heb geen zin om live te gaan. Ik heb geen eens motivatie. Maar ik wil live gaan. Omdat. Ik weet niet. Ik wou live gaan om niks, zeg maar. En nu zit ik het en denk van. Yo. Ik ga gewoon even een video maken, puur omdat, omdat ik jullie niet aan het lijntje van vasthouden, snap je? Heel veel mensen zitten wachten, leven in die nieuwe video. I'm sorry, maar ik heb er gewoon echt geen zin meer in. I'm so fucking sorry. En ik weet dat veel mensen, dit video gaat heel onverwachts komen, I know, dit video gaat heel onverwachts komen, maar toch wil ik even, gewoon zeggen dat het gewoon klaar is, man. Ja, het komt zo onverwacht, I know. En ik normaal ook even sad te zijn of zo, maar ik moet even straight zijn tegen jullie van, joh, jongens. Ik ben er gewoon klaar mee. I don't know. Ik ben er gewoon klaar mee. Heel veel mensen zeggen, je hebt wel wat voor video. Maar ik kom een nieuwe video. En ik zit de hele keer van. Maar ik wil geen even een nieuwe video maken. I don't want it. Ik zit trouwens nog steeds met de gekke 340 graden headset. 360 product. En ja man. Het is het einde van. Het is het einde van leven lang. En moet ik nog even wat lullen. Ik heb net heel veel ideeën in mijn hoofd, maar nu weet ik gewoon echt niet meer wat ik moet zeggen. Ik wil me huilen. Ik ben huilen. Ja, misschien moet ik deze video even wat serieus opnemen dan. In plaats van een beetje happy, een beetje zeggen dat ik ga stoppen. Maar you know, keep up the vibes, bro. Keep up the vibes. Kijk, ik ga nu wel stoppen. You know, leven lang, ik ga nu wel even mijn licht goed. Ik ga nu wel stoppen. Maar dat betekent niet dat jij moet stoppen. Zoals als ik loose ben van YouTube, sowieso, ik ga niet meer live. Dan wil ik wel, moet jullie me één ding beloven, guys. Come on. Keep the motivation up, you know? Sowieso kom terug. Ik zeg je nu al. Ik kom terug. Alleen niet meer op dit kanaal. Niet meer op leven lange. Dit wil ik, I don't know, achter me laten of zo. Omdat dat is fucking lit. Ik wil echt iedereen. Echt. Mwah, iedereen bedanken voor. Toch wel het maken van mijn 18e/19e jaar. Jullie hebben mijn leven gezien hoe ik het leven leed. Dus mijn 18 en 19, ik heb echt bijna alles gedeeld. Echt gewoon van 18 tot mijn 19 heb ik echt alles gedeeld door als een YouTube komt. En ik wil sowieso echt iedereen bedanken die gewoon überhaupt mijn support en zo. Ik heb heel veel nieuwe mensen leren kennen. Heel veel kansen, heel veel geld gekregen door donaties en weet ik veel. Überhaupt door YouTube zelf fucking veel shit gekregen. Ben ik echt super dankbaar voor. Überhaupt kijkers die steeds maar livestream keken voor de mensen die het keken. Ik heb veel dikke dingen gedaan, ook zoals Stefan de Vries zegt en weet ik wel wat. Die naam gaat trouwens nooit meer uitspreken, maar oké. Wat ik nog voor zeggen? Kijkers. 3000 abonnees. Insane, bro. Insane, bro. En en wat ik nog wel zeggen, ik heb ook heel veel, in plaats van dat het alleen maar goed voor mij is, heb ik ook super veel mensen geholpen met depressie. Ja, dat is even serious. Leven even serieus zijn. Want ik heb, denk. In de jaren misschien wel vier, vijf DM's gehad van mensen die zeiden, yo Levi, ik wou een einde aan mijn leven maken of ik zit in een zware depressie en jouw streams hebben er doorheen geholpen of jouw video's, vooral streams, omdat ik tegen mensen praat. Zo. Voor de mensen, ik kijk je even aan, voor de mensen die nog steeds in die shit zitten of in die shit nu zijn en die me helemaal niet kennen en deze video gewoon doorgestuurd krijgen. Als je een meisje bent, borst vooruit. Rondje goed zetten en weer door. Als je jongen bent. Goddamn bro! Goddamn gewoon. Wel toch? Borst vooruit. You're the fucking man, man. You're the fucking man. Bro. You're the man, bro.
You're the fucking man. So, ja. Yeah. Borst eruit en go. Borst eruit en go. You know? Ja, voor mij is het alles wat ik wou zeggen. Heb ik iedereen bedankt. Iedereen die ik hier heb leren kennen. Dan moet ik even een paar namen op. Oké, sorry als ik je vergeet, maar ik ga toch gewoon een namenrondje doen. I'm sorry. Ik ga heel veel mensen vergeten. Het spijt me, maar ik ga toch even een paar namen opnoemen die even in mijn hoofd toch wel blijven. Ahmed, Pyro, Dino, Maddox, Lucas. Ja, weet je, ik kan nog wel veel meer Spoonky. Ik kan wel iedereen omroepen, maar gewoon even die mensen waar ik gewoon vaak mee heb gechilled, weet toch, in de streams, jullie waren erbij, je weet toch. Gewoon even dik ass aan jullie, man. Het komt allemaal goed met jullie. Ik zweer het je. Ook al keek je mijn streams niet, ook al comment je nooit. Het komt goed, geloof me. It's gonna be you. En ik zeg, ik ga nu wel stoppen, maar waarschijnlijk ga ik over een jaar of half jaar terugkomen met een ander kanaal. En dan wordt het in mijn Gucci. Maar nu, ja. Ben ik klaar mee. Voor nu is het even klaar. Voor nu zet ik even een dikke, vette punt achter. En nou ja, misschien kom ik over 2 weken wel weer terug met een nieuw YouTube kanaal. Maar zien we dan wel. En dan moet ik ook een nieuwe naam verzinnen, want leven lang ga ik niet nog een keer gebruiken. In ieder geval. Dit is denk ik het einde van de video. Ik lul echt al bijna 7 minuten door. Spijt me. Ja. Dames en heren, meisjes. Bedankt voor deze jaren en zo. Ik begin helemaal door emotioneel te worden. Dat is niet waar trouwens. Dat ben ik aan het joken. Maar, jongens. I mean it. Thanks for everything. Thanks for everything. You gotta be strong, bro. You gotta be strong. Fuck COVID, you know? If COVID you fuck COVID. Oké, nu moet ik even stoppen met dat shit. Oké, dames en heren. Bedankt voor kijken naar deze video. Vergeet sowieso geen dikke vette like achter te laten als je het leuk vond. Eigenlijk vond je deze video niet leuk. Maar maakt niet uit. Doe gewoon even een like. Laat gewoon je laatste like achter. Op leven lang. Oké, doe het maar. Doe het maar. Oh. En ja. Bedankt voor het kijken. Tot mijn volgende YouTube kanaal, denk ik. Like, abonneer. En vooral reageer. Vooral reageer. Dat moet je vooral even doen. Dick SO naar Justin. Seb. Daniel. The boys. Dick SO naar de boys. Zonder hun had ik was nooit zo ver gekomen. Thank you, boys. Thank you. Thank you for hitting the 3K. Close to the 4K. Oh. Ja, bedankt. In ieder geval, boys. Bedankt voor het kijken naar deze stream, wil ik zeggen. Ja, ik moet even stoppen lullen. Jongens. Bedankt. Voor alles. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Chalas.